Hier heb ik hem gevonden, hierboven in de boom. Dan kunnen we toch wel een 1000 hoornaars in zo'n nest zitten. Het probleem is dat de Aziatische hoornaar insecten pakt. Dus ook de honingbijen, maar je pakt ook de solitaire bijen. Met als gevolg dat we een heel scala aan bestuivers wordt door de Aziatische hoornaar opgeruimd. En dan hebben we straks als geheel Nederland een probleem. Als we de bijen niet hebben, hebben we een stuk minder bestuiving en een stuk minder vruchten. Grijpen we nu niet in, wordt het probleem steeds groter en is het probleem straks niet meer te overzien.